Ik ben Erika Stulp. Ik woon in Groningen in de Oude Kerk in Tjadstraat. En we staan hier in mijn galerie Annex Atelier. Hier bij al deze kleuren, dat is allemaal mijn werk. En mijn speeltuin. Het is de Mona Lisa, maar dan heel vrij vertaald in mijn kleurenpalet. En dat heb ik gemaakt om de vrouw even op een podium te zetten. Het is een soort icoon. Ze moet krachtig zijn, fleurig, sterk en kleurrijk. En daar heb ik de Mona Lisa voor genomen, die eigenlijk nogal vast zit. En deze Mona Lisa is door de kleuren heel veel losser, veel vrolijker. Echt een Mona Lisa van deze tijd. Zoals je ziet slaap ik graag onder mijn nachtmerrie. Het is een hele hevige droom. Je ziet een kinderledikantje in de fik staan. Je ziet het echtparenbed in de fik staan met donkere rookpluimen. En dan zie je een regenbui of een verdrietbui. En dan staat daar een vrouw, en dat ben ik natuurlijk weer zelf, die een beetje een stap achteruit doet om zich te verdedigen. Maar alles staat in de brand daar. Ik zou het leuk vinden als jullie mijn werk komen bekijken in zaal op 29 april tot en met 23 mei.